Jongens, ik geloof het. Nee, je gelooft het niet. Maar ik heb het. Ik heb het. Ja. Ik heb ze. Ja. Ik ben gepakt door het coronavirus. Ik zweer het je. Hoor je mijn stem? Het is niet goed. Mensen, ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is, hopelijk kunnen we nog zeker 2 weken van mijn video's genieten. Dus abonneer daarom zeker op mijn kanaal. Abonneer nou even. Druk even op het knopje, zoals ik ook doe. Het slechte nieuws, over 2 weken word ik waarschijnlijk in een of andere box geplaatst waar ik met niemand contact mag hebben, omdat ik het coronavirus heb. Maar daar is de eerste Nederlander gevonden die het heeft. En het probleem is dat hij komt uit Tilburg. En Tilburg ja, ligt best wel dichtbij waar ik zeg maar carnaval heb gevierd. En het ding is ook dat hij meerdere dagen op meerdere plekken carnaval heeft gevierd. Dus de kans dat ik nu het coronavirus heb, ja, is eigenlijk 100%. Want ik ben verkouden en ik moet hoesten en ja, ik lach wel. Maar eigenlijk kan ik wel janken. Ik kan wel janken. In ieder geval, vergeet niet te abonneren. Doe een duimpje omhoog op deze video. Ik ga vandaag even kijken hoe alles met Matty's account eruit ziet. Want ik heb gehoord van Matty van, ja, hij was niet helemaal onder de indruk dat ik zijn weekly ging doen. Hij zei van, ja, maar je bent tantoe slecht. Zei ik, luister. Je luistert even goed, koning. Klopt. Maar, gun daar gewoon, uiteindelijk mocht het. Ik heb zijn PlayStation genakt. Zijn PlayStation staat nu letterlijk op mijn kamer. En we gaan nu even zijn team bekijken. Oh mijn god. Oh mijn god. Oh mijn god. Hé! Hey, set your mind. Nee. Geen set your mind free memes meer. Helemaal klaar mee. Dit team is echt niet normaal. Dit team is niet normaal. Besef even hoe goed. Dit slaat echt nergens op. Dit slaat echt nergens op. Ik denk dus dat ik hier top 100 mee kan halen. Helaas was niet iedereen het daarmee eens. Ook bij de video van Raoul dat ook niet iedereen dat ik top 100 ging halen. Wat flauw is, want ik ga het wel makkelijk halen. Even iets heel anders. Jullie weten, ik had deze tantoe lelijke controller gekocht. Ik heb er legit niks mee gedaan. Ik zweer het je dat ik er niet mee geslagen heb. Ik meen het serieus. Ik dacht van, laat ik nou een keer controller even lang gewoon heel houden. Nou, komt niet door mij. Ik meen het serieus. Maar volgens mij is hij dus stuk. Ik ga straks wel weer mee spelen, maar volgens mij is hij kapot. In ieder geval, mijn stem, die gaat helemaal weg. Het staat er nergens op. Ik ga gewoon een beetje hoog praten, want dan blijft mijn stem wel. We gaan mijn stem heen. Stem, hallo. We gaan een potje spelen, want het is account om even te laten zien dat ik de man ben. Gewoon even aan iedereen laten zien wie het mannetje is. En zie ik daar een mannetje? Nee. Oh! Ik ben het! Oh, wat een slecht team! Hij heeft 24 sokken, maar die heb ik ook. Dus op zich, ja, boeien. Jullie horen mij nu. En je weet hoe mijn stem normaal klinkt. Nou, als je dus iemand hoort praten zoals ik nu, dan weet je. Wegwezen, die heeft het coronavirus. Nou, dan weet je dat dus. Speel je tegen de gouden geit? Leuk. Nee. Oh. Ik speel nu ook weer met Jopie Cruijff. Maar daar had ik natuurlijk ook met Roelbal mee gespeeld. Maar daar heb ik eigenlijk mee, die had ik destijds gekocht. Omdat Matt zei dat hij heel goed was. Dan moet ik zeggen, die was ook al vrij goed. Ik ben benieuwd of hij bij Matt even goed is als bij Roel. Misschien wel beter op Matt's account. Ronaldo, sterk, goed. Balje op Cruijff. Heerlijke langs. Cruijff. Ah, je is slecht. Oh, die kan er niks van met Matt. Die kan er niks van. Zeg dat er gewoon iemand hartstikke corona heeft in Nederland. Dat is echt niet goed, hè? Ah, nee. Kom op. Maar waarom zou je hem daar nou onderuit trappen? Waarom zou je dat echt doen? Ik snap het gewoon niet. Ik snap het niet. Oh, ik ga dat niet verliezen. Ik ga echt niet verliezen. Ik ga het gewoon niet doen. Ik weiger gewoon. Kut. Ik was even een leuke meme aan het plaatsen op mijn Instagram account. Volg me nu op Instagram. Mijn Instagram is Koen. K-O-E-N Koen. Je wordt goed gevoetbald. Ah, net die laatste actie weer. Helemaal verpest. Nee, maar als je me nog niet volgt op Instagram, doe je echt iets helemaal fout. Ja, sorry, het spijt me, maar... Nee, dit... Zie, was mijn hand, was niet mijn controle. De controle ligt hier, veilig, was mijn hand. Kijk, dat, oh nee. Zie je, zo klinkt een hand en de controle klinkt zo. Wacht, heb ik hier even een kapotte controle liggen? Nee, ik heb hem weggegooid, hè. Oké, nou dan ga ik het niet proberen, want ja, ik ga deze controle ook niet kapot maken, maar die is eigenlijk al een beetje kapot deze. We staan 2-0 achter, wat is dit? Ze gaan spelen met normale son. Koen, doe even je kopje erbij, dit kan echt niet. Ik moet zeggen mensen, kijk, je kunt nu zeggen, oh Koen, je bent slecht en zo, dat kan je zeggen, maar ik ben hier gewoon ziek, hè. Ik ben ziek en nog steeds probeer ik content voor u te maken. Zo klein met je respect zo op zijn plaats zijn. Waarom heeft Matt in godsnaam Zola in zijn team? Heb je Zola? Dat was geen hele slechte stats, even scheids. Hij mag het wel. Ik zie het alweer. De zieken worden weer benadeeld. Ik noem het discriminatie. Hé, waarom pakken mijn spelers die ballen niet af? Is daar nog een reden voor of zo? Zijn ze allemaal bang voor mij dat ik ze aansteek? Dat is namelijk wel zo. Kom, MLP. Ja, jongen. Ja, MLP. Ja, MLP. Nee, MLP. Je verliefde Zambrotta. Hoe kan dat nou? Team hier MLP. Je is waarschijnlijk sneller, sterker, behendiger, rijker, meer volgers op Instagram dan Zambrotta. Maar wie wint er? Zambrotta. Ja. Ik krijg gewoon Jantje en Matt is team. Hoe kan ik hier ooit een goede weekend die storm halen? Ik krijg gewoon een Jantje. Ik krijg gewoon een Jantje bij het team van nou, hoeveel miljoen zal het zijn? Waarom kan je ook niet met je keeper lopen als hij die aanloop neemt? Vroeger kon dat. Dat was echt lekker. Maar ik ga niet lieven, jongen. Ik geef niet op. Ik hoop ik in het weekend niet meer ziek ben. Zou ik gewoon rustig weekend liggen. Ah, nee. Wat doet hij er licht? Zag je dat? Iedereen gaat de andere kant op. Kijk, gelukkig kan ik het corrigeren zelf, want ik ben wel goed. Maar wat hij er licht deed, jongen, dat is niet normaal, hoor. Ik weet ook niet in welke divisie Matt zit. Ik zit zelf ook in divisie 6. Of 5 of zo. 5 als ik heel goed ga. Ik denk dat 5 al mijn niveau is. Maar als hij in 3 zit of zo, ja, dan is het wel logisch dat ik verlies natuurlijk. Oh wel, met dit team.
4-0. Ik sta gewoon 4-0 achter, broer. Fuck aan met dit. Ik hoop gewoon heel hard dat Matt deze video niet kijkt, want dan ziet hij niet deze afgaan. Mijn stem klinkt alsof ik zo in huilen kan uitbarsten. Dat kan ik ook. Maar dat kan ook zijn dat ik binnenkort dood ga. Het is mooi geweest. Doei eruit. Het is in divisie 4. Fuck, ik kan echt wel winnen in divisie 4 met dit team. Dit slaat er nergens op. Het team is ook niet zo heel goed. Als je zo naar kijkt. Kijk, ja. Kijk, het team is wel redelijk hoor, daar niet van. Maar ja, die Cruijff had prime kunnen zijn. Die had prime kunnen zijn. Die had prime kunnen zijn. Nou, had team of the year kunnen zijn. Ja, die had allemaal niet beter kunnen. Maar... prime moments. 5 upgrades. Ja, sorry hoor. Gewoon een poepteam, ja. Volgens mij had hij een waardeloos team. Ja, ik was weer bezig met memes te bekijken. Wat heeft hij een ongelooflijk vervelend shirt aan? Zeg in samenwerking met mijn shirt. Samenwerking. Samenwerking. In samenwerking. Er begint ook nog eens te regenen buiten. Het is echt triest, mensen. Wat een treurigheid. Goed. Zola. Zola. Totaal onverwacht natuurlijk. Ronaldo. Tiki. Oh, nee. Oh, hij tikt hem om me heen. Hoe dan? Boom. Nee. Gaan we nou door op die weekendelijke video van Roel? Dan kan ik alleen maar die power raak. Wat een trisootje, joh. Hey, maar als je de divisie weer wint, dan ben je toch wel ongeveer top 100 speler, of niet? Dan kan ik even een beetje mijn niveau meten. Voor mij wel, hoor. Dit meen je dan niet. Ja, ik laat hem gewoon doorlopen. Hij scoort gewoon met 87 varie. Die is zo slecht. Dit is een uitstekende aanval. Cruijff, maak af. Cruijff, natuurlijk. Heerlijk. Wat een heerlijk aanvalletje, zeg. Oh. Kijk, ik kan het wel. Ik kan het wel. Jongen, nog één goal en ik ben gewoon top 100 ready, hè. Besef je dat, mensen? Waarschijnlijk niet, hè. God gloeiende. Hoe kan dit nou? 1 minuut dat ik score. 1 minuut. Boom. Ja. Nog één goal en ik ben top 100. Yo, mensen. Oké, we staan 2-2 rust. Cool, rustig blijven. Adem in, adem uit. Jongens, even, het is tijd voor even mediëren. Frankie. Oh, om ik het lat. Weer. 2 keer in 1 pot. Dat is echt weer niet normaal, hè. Oh, je wordt er niet goed van. Ik zweer het je. Dit is toch niet normaal. Lauw counter voor alleen deze pot. 2. Op Cruijff. Wat een paas. Hij mist. Cruijff zomaar. Ik wist niet dat dit kon. Ik pakte hem ook eigenlijk klem, maar dacht van... volgens mij pakte hij alles om, pakte hem klem. En toen dacht Fio van, klem pakken dat kan echt niet. Want dan zou Cruijff wel heel slecht geschoten hebben. Zo liet hij maar los, maar dat vind ik dan wel weer vriendelijk. Maar dit was wel vrij slecht, moet ik zeggen. Lekker, kom op. Kom, Gullit. Heb je. Lekker, Gullit. Oh, nee. Nee. Oh, keeper houdt lekker. Keepertje. Jongens, de spanning is om te snijden. Hoor je dat? Er wordt gesneden. Er wordt hier aardig gesneden. Oh, ik zit helemaal naast. Dan komt hij toch zeker. Doelpunt. Jawel. Daar is hij. Nee, Alisson. Wat een save. Oh, was ik bijna geen top 100. Maar nu toch wel. MLP, korte hoek. Nee, hij zit er gewoon na. Dit meen je niet. Oh, corner. Nee, gelijk gespeeld. Dit meen je niet. Jongens, ik ben bijna top 100. De volgende pot win ik, dan ben ik top 100. Ik zweer het je. Mam, je bent jarig. Bedankt voor alle liefde die jij geeft. Milan 0172. Dankjewel. Mam, je bent jarig. Nee. Hey, goed logo. Dikke vet. Ik heb slecht nieuws, mensen. Ik ben deze keer vergeten te zien hoe zijn team er ook weer uitzag. Zola. Goal. Lekker. Zo laat je heerlijk. Oh, langs. Scheidsie. En pingel. Jawel. Heerlijk gedaan. Jongens, ik weet niet hoe je pijls die moet nemen tegenwoordig. Kijk, ik doe het helemaal naar links. En terug naar het midden. En dan. Gore. Score en goal samen. Ik was gewoon zo blij dat ik een keer een penalty scoorde dat ik niet meer kan praten. Hij is weg. Even kijken voor het team even. Ik let altijd op. Hij heeft ook Jopie. Oké, hij heeft Jopie Cruijff. Hij heeft een aardig team, maar natuurlijk niet beter dan mijn team. Dus ik zou dit in principe gewoon moeten winnen. Dus laten we dat maar even doen dan. Ja. Mensen, vergeet alsjeblieft niet om lekker te blijven hutsen. En Mbappé. Oh, was eigenlijk wel een onmogelijke bal geweest. Die bal gaat niet uit. Nee, die gaat niet uit. Komt ie. Van Dijk. Gullit. Neemt de bal rustig aan. Waarom schiet je niet? Fout getimed. Ik krijg echt wat aan mijn lip, joh. Dit kan toch niet? Ja, dit is echt... wat is dit nou weer voor celebration? Hé, maar knap, joh. Goed. Nice. Well done. Trots op jou. Cruijff. Nou, MLP. Tuurlijk. Geen enkel probleem. Tuurlijk een goaltje. Ik vind het wel fijn met MLP als je daarmee schiet. Dan weet je gewoon automatisch is een goal. Yo, mensen. Haha, je dacht dat ik het vergat. Nee. Natuurlijk niet. Nou, dit moet erin. Ja, natuurlijk. Het is Sam Brotta. Jawel. Wat? Wat? Hè? Er viel niet eens iemand. Ik word niet goed, hè. Ik word echt niet goed. Wat? Oh mijn god. Kunnen we even een herhaling? Misschien heb ik iets volledig over het hoofd gezien. Maar volgens mij worden we hier weer genakt. MLP!
Ja, lekker. En terecht ook. Helemaal geen gezeur. Ik ben helemaal klaar met dat gezeur. Ik wil niks van jullie horen. Niks. Yo, mensen. Alleen dat wil ik van je horen. Lekker. Oh, natuurlijk. Het is echt ongelooflijk. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, dit spel is echt zo triest. Ik haat dit spel. Ik haat het gewoon. Daar gaan we top 100 plaatsing. Het is echt ongelooflijk. Het is afgelopen. Ik heb verloren. Hoe is het mogelijk? Ik stond 3-2 voor, jongen. En hoe is dit mogelijk, man? Ik ga nog even oefenen. En dan ga ik weer naar de Weekend League spelen met Matty's team. Heb je er zin in? Doe een duimpje omhoog. En zie ik je weer bij de volgende video. Later. Ik hoop dat ik de volgende video nog haal. Dat ik dan niet al tussen een paar planken lig. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn tuin was op beat een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen, beetje jong en onbezonnen. Zit er snel voor op FIFA en ging onderweg en tonnen, wauw. Je ziet mijn haar. De mop van vandaag, mensen, de hartstikke leuke, hartstikke hutsmop. Er komt een vrouw bij een winkel en die zegt, mag ik die trui in de etalagepas? Zegt de medewerker, ja, mag, maar we hebben ook gewoon pashokjes. Leuk.